Goedenavond, dames en heren. Het winterweer heeft het wegverkeer vandaag flink in de war gestuurd. Gladheid, files en auto's die niet meer wilden starten. Vooral vanmorgen in het spitsuur waren er veel problemen. De 24 files met een totale lengte van 155 kilometer zorgden voor een extra lange ochtendspits. Zoals hier voor de Van Brienoordbrug en voor de Velsertunnel. Kleine aanrijdingen waren er, maar geen gewonden. Voor sommigen was er geen wegkomen aan. En wie het wel lukte om weg te rijden, kreeg weer met andere problemen te maken. Voor het eenvoudige probleem van een bevroren ruitensproeier zijn verschillende oplossingen mogelijk. Maar wie zijn ruiten wel schoon kreeg, liep weer het risico te stranden in grote sneeuwduinen. In Zeeuws-Vlaanderen en in de Flevopolder ondervond het verkeer hiervan veel hinder. Veel treinen liepen vandaag vertraging op doordat wissels bevroren. De hele dag door bleef het treinverkeer ontregeld. Rijden volgens het spoorboekje was onmogelijk, aldus de Nederlandse spoorwegen. Ook bij de spoorwegen de grootste problemen in de ochtendspits. Bij dit weer krijgen de Nederlandse spoorwegen niet alleen de gebruikelijke treinreizigers. Veel automobilisten laten op een dag als vandaag de auto staan en pakken de trein. Maar dan begint voor velen het lange wachten in de kou. En als de trein komt, is het dringen om binnen te komen. Honderden treinen reden vandaag met ernstige vertraging. En sommige treinen reden helemaal niet. Vooral tussen Amsterdam en Den Haag hebben we op diverse plaatsen problemen gehad met wissels die dus niet meer bedienbaar waren. Omdat de wisselverwarming die de afgelopen jaren eigenlijk altijd uitstekend gefunctioneerd heeft, nu met de extreem lage temperatuur gecombineerd met sneeuwval en harde wind, het gewoon niet bij heeft kunnen houden. Eén bevroren wissel bij een groot station kan de loop van tientallen treinen in de war sturen. Langs de wissels liggen verwarmingselementen die ijs en sneeuw moeten ontdooien. Bij 6000 wissels is de afgelopen jaren zo'n installatie aangelegd. Maar tegen het barre winterweer van de afgelopen dagen is die wisselverwarming vaak niet bestand. Vannacht wordt het weer erg koud. Wat kan de treinreiziger morgenochtend verwachten? Wij hopen morgenochtend toch in ieder geval beter te kunnen rijden dan vanochtend. Het is weliswaar vannacht weer heel koud, tot min 20 heb ik gehoord. Maar de wind is gaan liggen en dat is heel belangrijk. En het sneeuwt niet op het ogenblik, dus we hopen toch dat we morgen redelijk goed kunnen rijden, maar met min 20 graden is het natuurlijk moeilijk om met zekerheid te zeggen hoe dat gaat. Er beginnen ook wat problemen te komen voor de scheepvaart. Er zijn hier en daar al wat veerdiensten beperkt, terwijl de binnenwateren in hoog tempo dichtvriezen. De Waddeneilanden zijn nog wel bereikbaar, maar er vormt zich toch steeds meer ijs op de Waddenzee. Een van de veerboten naar Terschelling viel vandaag al uit, morgen mogelijk nog een. Maar een verplichte verlenging van de vakantie door de bewoners van deze huisjes zit er nog niet in. Vandaag werd een vaarverbod afgekondigd voor de meeste wateren in Friesland, zoals hier in Sneek. Dat is vooral ter bescherming van de oevers en dus niet alleen voor de schaatsers, van wie sommigen zichzelf al op het IJsselmeer waagden. Het winterweer krijgt ook al zijn eerste gevolgen voor de economie. De bouw ligt helemaal stil. De bouwvakkers hebben vorst verlet. De bouwkranen staan dus overal stil. Dat is al zo vanaf vrijdag, de eerste dag dat het 24 uur lang vroor.
Het doorbetalen van de salarissen in de bouw kost de werkgevers 27 miljoen gulden per dag. Het grootste deel daarvan krijgen ze terug van het daarvoor ingestelde risicofonds. Het verbruik van gas schiet sinds de vorst begon omhoog. 15% meer dan normaal in deze periode. Overigens zijn de meeste elektriciteitscentrales vanaf vrijdag overgegaan op olie als brandstof. De centrales draaien deze dagen op volle toeren. En dat zal nog wel even zo doorgaan, want het blijft koud. De komende nacht rond de 20 graden onder nul.